Dames en heren, in naam van Mercedes-Benz heet ik jullie van harte welkom op dit event-webinar. Want Mercedes-Benz wil natuurlijk de eerste zijn en blijven op de elektrische bestelwagenmarkt. En tijdens dit webinar nemen we dan ook uitgebreid het aanbod onder de loep. We blikken vooruit naar wat de toekomst ons te bieden heeft en we kijken ook naar de laadoplossingen. Nu, ik ga dat gelukkig niet allemaal alleen doen. Ik heb bij mij Denzel de Geiter en Steven Walschots van de Hayden Automotive Groep. Dag Denzel, dag Steven, welkom. Misschien moeten we beginnen met jullie kort even voor te stellen. Hallo, ik ben Denzel. Mm-hmm. Ik ben EQ en E-Van Brand Manager voor Hayden Automotive. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk de eer om die elektrificatie van Mercedes te introduceren tot onze groep. Ik ga eigenlijk vooral focussen op die puur elektrische mobiliteit. En eigenlijk ook onze sales advisors, onze EQ sales advisors, bijstaan met raad en daad voor die elektrificatie, dat elektrisch verhaal. Oké. Okay. Steven, en jij, wat is jouw functie? Ik ben Steven van Mercedes Hayden Automotive. En ik ben samen met mijn twee collega's Nick Hublot en Philippe de Beulen, zijn wij de fleetambassadeurs dedicated voor vans voor de Hayden Groep. Ja. Nu, wat houdt dat juist in? We zijn eigenlijk de sleutel tussen klant, bedrijf, om de totaaloplossing, de totaalontzorging naar de klant toe te verzorgen. Mm-hmm. Wij helpen in het verkoopsproces, wij helpen met after-sales oplossingen naar de klant toe, om daar de meerwaarde naar de klant toe te betekenen. Ja, jullie laten dat allemaal vlot verlopen. Om even toch ook nog kort in te gaan op Hayden Automotive. Wat maakt jullie zo bijzonder? Nu, Hayden Automotive is een Zweedse groep, maar wel degelijk met Vlaams hart. Mm-hmm. Onderdeel van een Zweeds bedrijf dat in de jaren 50 is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de automotive market. Mm-hmm. Ondertussen uitgegroeid tot de grootste Mercedes-Benz-verdeler in België. 15 concessies sterk, voornamelijk in Vlaanderen, ja. Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen. Oké. Dus bij deze. Een hele overkoepeling, een hele mooie groep binnen jullie markt. Nu, wat zijn de ambities? Daar willen we toch heel even verder op ingaan. Wat zijn de ambities richting 2039 voor Mercedes-Benz? Op welke manier willen zij een CO2-neutraal bedrijf worden, Denzel? Ja, Mercedes-Benz heeft die duurzaamheid eigenlijk en die reductie van de CO2-uitstoot zeer hoog op de agenda staan. Mm-hmm. Zo zien we hier enkele doelstellingen die gedefinieerd zijn. Onze ambities eigenlijk. Zo gaan wij in 2022 zal de productie van onze personenwagens en bestelwagens wereldwijd CO2-neutraal zijn. Ja. Gaan wij in 2030 zal eigenlijk 50% van onze voertuigen elektrisch of plug-in hybride zijn. Ja. En zo zal in 2039 onze een CO2-neutrale vloot zijn. Ja, en dan spreken we over alle wagens. Alle wagens. Ja, dus dat gaat van trucks naar personenwagens. Inderdaad, dat gaat over al onze drie segmenten eigenlijk die we bij Mercedes behartigen. Ja. Onze vans, onze personenwagens en onze trucks. Zo hebben we eigenlijk eerder dit jaar de volledig elektrische SUV, de EQC, geïntroduceerd. Ja. En hebben we eigenlijk voor 2021 meerdere elektrische personenwagens gepland. Oké, dus zeker nog iets om naar uit te kijken. Maar wij willen tijdens dit webinar vooral dieper ingaan op die elektrische bestelwagens. Want jullie hebben daarin natuurlijk een heel groot aanbod. Klopt. Wij hebben momenteel echt wel het ruimste aanbod aan die elektrische bestelwagens. Mm-hmm. Zo hebben we eigenlijk het mid-size, het large-size segment. Mm-hmm. En gaan we eigenlijk in de nabije toekomst ook de Citan en de T-klasse gaan introduceren, waar ook een elektrische variant zal komen. Ja. Wat eigenlijk heel belangrijk is voor de kijkers, is dat Mercedes ervoor gekozen heeft om 100% in te zetten op die volledig elektrische mobiliteit. Er zijn momenteel geen plannen voor de ontwikkeling van plug-in hybride bestelwagens. Nee, dus het is het een of het ander. Maar ja, geen tussenoplossing meer. Nu goed, laten we dan toch ook eens even vooruitblikken naar de nabije toekomst 2025. Wat mogen de mensen verwachten op het gebied van elektrisch rijden? Wel, het is denk ik eigenlijk niet noodzakelijk om echt vooruit te gaan blikken. Het is moeilijk. We hebben dat gezien in de voorbije tijden. Dat het, dus ik denk dat het interessanter is om te kijken naar wat we vandaag al zien. Mm-hmm. We zien steeds meer en meer die megatrend dat we naar die echt grote steden gaan. Bedrijven en personen die gaan echt naar die steden. Steden worden groter en daar komen bepaalde uitdagingen met zich mee. Mm-hmm. We gaan dat in de volgende slides wel terugzien. Ik ga dat meer toelichten. Maar eigenlijk ook
een grote impact. Dat is die klimaatsverandering. En de grote boosdoener is daar die CO2-uitstoot. Tuurlijk. Dat stuurt en dat boost eigenlijk dat elektrisch rijden. Mm-hmm. En dan hebben we algemeen eigenlijk de mindset die verandert. Meer en meer bedrijven, meer en meer mensen, ikzelf persoonlijk ook, gaan meer handelen met het duurzame in het achterhoofd. Ja, dat we allemaal zo lang mogelijk deze mooie aardbol intact willen houden. En dat leidt dan automatisch naar elektrisch rijden. Want elektrisch rijden is en blijft nog altijd milieuvriendelijk. Klopt. Het elektrisch rijden zelf is eigenlijk CO2-uitstoot vrij. Mm-hmm. Dus tijdens het rijden komt er geen CO2-uitstoot aan te pas. Natuurlijk, om het voertuig rijdende te maken, is er een bepaalde productie. Ja. Dus om die elektriciteit op te wekken, we gaan dat eigenlijk gaan vergelijken of aantonen aan de hand van een gemiddeld verbruik van 20 kWh per 100 kilometer. Mm-hmm. En dat vertaalt zich eigenlijk in een 71 gram CO2-uitstoot per gereden kilometer. Ja. In de toekomst gaan we sowieso meer en meer inzetten op die zonne-energie, windenergie en zal er sprake zijn van groenere stroom. Ja. Dus we zien dat wel zakken. Als de hele cirkel dan groener. Ja, en het is ook wel belangrijk om aan te tonen dat het aanzienlijk minder is dan bij diesel en benzine. Mm-hmm. En ook niet te vergeten eigenlijk, bij diesel hebben we daar ook de personenwagens mee in opgenomen. Ja. Mochten we enkel naar de bestelwagens kijken, dan gaat dat een stuk hoger zijn. Ja, ja, tuurlijk. Oké, maar het is wel duidelijk dat alles aan een heel erg hoog tempo aan het veranderen is en dat de verwachtingen van de consumenten ook erg veranderen. Steven, dan kom ik bij jou, want meer en meer mensen kiezen bewust voor elektrische wagens. Dat klopt. We zien de afgelopen jaren toch wel een hele sterke groei. Vooral in de elektrische wagens, de hybride wagens, plug-in hybride wagens, die zijn we dan aan het stagneren. Mm-hmm. Maar elektrisch rijden zit echt in de lift. En dat zal een logisch gevolg zijn van al die Europese doelstellingen, vermoed ik. Ja, dus natuurlijk. Dat is dan op persoonlijk vlak. Maar ook als we de cijfers van de elektrische bestelwagens daarnaast leggen, merken we een duidelijke stijging. Ja, absoluut. Nu, we zien daar ook dat het marktaandeel tussen 2013 en 2019, dat zijn cijfers die we terugvinden van Febiac, dat we daar op een derde positie staan in de markt. Nu, rekening houdend met het feit van de telling, waren onze laatste producten nog niet mee geïntroduceerd. Maar we stellen ook wel vast dat de concurrerende merken ook niet achterblijven. Nee. Dus de algemene tendens van elektrificatie in zowel personenvervoer als in bedrijfswagens zien we echt groeien. Mm-hmm. Dus richting meer en meer elektrische wagens op alle vlakken. Nu, dat wil dan ook zeggen dat die wagens opgeladen moeten worden als we willen dat ze niet overal langs de kant staan. Ja, dat klopt. We werken eigenlijk momenteel reeds dat 75% van de laadpunten die bevinden zich reeds bij ons in de buurlanden. Dus we zijn er eigenlijk door omringd. Ja. België blijft een beetje achter, ja. maar we gaan dat wel dadelijk meer toelichten. Ja, want daar is dus duidelijk ook een duidelijke groei te zien en er zijn plannen om nog meer stations te installeren. Ja, inderdaad. Vandaag zien we in België en Luxemburg gecombineerd eigenlijk net geen 4000 laadpunten. Mm-hmm. De ambitie of de plannen van de regering die zijn om tegen 2025 nog een extra 30.000 laadpunten bij te plaatsen. Mm-hmm. Wat een absolute meerwaarde zal zijn. Ik durf eigenlijk zelf al persoonlijk spreken over een momenteel reeds een landelijke dekking, omdat eigenlijk een typisch zakelijke EV-rijder die gaat eigenlijk maar 10% van zijn stroom gaan opladen aan die publieke laadpunten. Onderweg. Ja, die andere 90% dat doet hij thuis. Of op waar hij toch moet zijn. Ja, ja, ja. Dus je gaat dat allemaal anders berekenen dan met de traditionele wagens. Nu, er is wel het Europese laadnetwerk Ionity, wat het wel mogelijk maakt om te gaan reizen, om langere afstanden te gaan afleggen. Klopt. Ionity is eigenlijk een Europees laadnetwerk van ultrasnelladers tot die 350 kilowatt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een partnership van verschillende sterke automotive spelers, waar Daimler er één van is. En in volle expansie. En wat dankzij betekent hen dat we concreet? Op reis gaan. Ja, wat betekent dat dan concreet? Kan je dan het stopcontact insteken, even wachten en terug vertrekken? Ja, inderdaad. Je vindt deze punten op strategische plaatsen langs de snelweg. En op enkele minuten is de wagen weer volgeladen en klaar om
ja. de rit verder te dus zetten. Dus eigenlijk de nieuwe tankstations Inderdaad. Die we meer ja. en meer gaan zien verschijnen. En het zal nodig zijn, zeker als je de strengere maatregelen rond de lage emissiezones erop naleest. Ja, inderdaad. De laatste jaren zijn er enkele lage emissiezones geïntroduceerd in België, waaronder Antwerpen, Brussel, Gent. Het zijn voorlopig nog geen zero-emission zones. Nee. Dus we hebben het geluk dat onze recente diesels die zijn daar nog welkom zijn, ook voor de komende jaren. Mm-hmm. Hè. Maar met een e-van kan je op safe spelen en garanderen dat je naast alle andere voordelen van elektrisch rijden daar steeds welkom zal zijn. Oké, super. En het is duidelijk dat meer en meer bedrijven ook al inzetten op elektrisch rijden, dat de mindset duidelijk al de goede richting uitgaat. Steve, heb je daar een aantal voorbeelden van? Ja, zeker. Zo zien we recentelijk bij Amazon eigenlijk 1200 e-sprinters en 600 e-vito's die voor de bezorgingen door gans Europa zijn besteld. Mm-hmm. Nu, de grootste bestelling van elektrische voertuigen wereldwijd. Bij jullie? Bij Mercedes, AG. Jammer genoeg nog niet bij ja, ons. Oké. Nu, dat komt ook mede omdat Mercedes AG zich heeft aangesloten bij de Climate Pledge, ja. een initiatief van Amazon en Global Optimism. Ja, oké. Dus ook duidelijk daar dat die doelstellingen vooropgesteld worden. We investeren volop in elektrificatie. Ja, en je ziet het ook hè, in grote steden als Gent, Antwerpen, Brussel, zie je ook die elektrische wagens al rondrijden. Ja. Absoluut. We zien ook met HelloFresh eigenlijk. Zij zijn gestart recentelijk met bezorgingen van maaltijden, voedselpakketten aan huis. Mm-hmm. En dit in een gekoelde unit. Dus de combinatie elektrisch rijden met een cool unit in is perfect mogelijk. Kijk naar HelloFresh, ja. zij doen het. Prima, oké. En het is ook zelfs mogelijk ondertussen om elektrische bestelwagens te leasen. Ook daar is een partner... die er momenteel al volop op de kar is gesprongen van elektrisch rijden. Het zijn de SPI. Zij hebben een aantal voertuigen staan die zij aanbieden op korte en middellange termijnen naar ja. klanten toe. Nu kan me voorstellen dat de ondernemers die aan het kijken zijn zich de vraag stellen van ja, maar moet je dan niet een bepaald gebruiksprofiel hebben als onderneming om elektrische bestelwagens in te zetten? Ja, we zien daar toch wel een zeer specifiek gebruik eigenlijk. Voornamelijk gebruik in stedelijk gebied. Mm-hmm. Gemiddelde dagafstand van om en bij de 100 kilometer. Nu, die 100 kilometer die heeft natuurlijk te maken, e-vito, e-sprinter, de rijkwijdtes zijn daar rond de 150 kilometer. Dus dat is het ideale profiel eigenlijk daarvoor. Voor stedelijk gebied. Nu, daarom bekijken we toch steeds met de klant eigenlijk wat dat eigenlijk... de beste mobiliteitsoplossing is. Ja. Omdat we over verschillende rijkwijdtes praten. Voor onze e-vans eigenlijk is het echt essentieel om een juist product te kiezen. Vaak zijn het ook vast- en terugkerende routes ja. die we daarin zien. En de mix kan eigenlijk perfect gebeuren in benzinemotor, dieselmotor, hybride motor of elektrisch. Een ja. gezonde mix in dat wagenpark zal er ook voor zorgen dat de globale CO2 van dat wagenpark ook weer zakt. Oké, en dat de mensen zo efficiënt mogelijk bij hun klanten geraken. Nu, dat is ook een misvatting vaak van bedrijven. Zij overschatten het aantal kilometers vaak die ze per dag afleggen. Ja, inderdaad. We zien dat eigenlijk uit de cijfers die we ook weer hebben gekregen, 75% eigenlijk van alle bestelwagens gemiddeld 100 kilometer of minder doet over 3 dagen. Nu, daar zijn natuurlijk in bepaalde sectoren, bouwsector, service sector, goederen of postbedeling, pakketdiensten, mm-hmm. daar zijn natuurlijk mensen bij die meer dan die kilometers rijden. Ja. Maar ook daar zien we dat 100 kilometer per dag vaak voldoende is. Ja. Dus voor al die potentiële klanten hebben we een oplossing. Oké, voilà. En ze vallen dan zeker niet stil onderweg hè, naar nee, zeker en richting vast niet. Hun klanten. Goed, laten we even kort samenvatten wat we tot nu toe al hebben aangekaart. Denzel, ik denk dat de markt er klaar voor is. Ja, we kunnen zeker concluderen dat de markt klaar is voor elektrische voertuigen. We zien een opvallend potentieel in verschillende sectoren. Mm-hmm. Er wordt enorm in geïnvesteerd. En de algemene mindset is aan het veranderen. Ja. Dat vooral. Ja. Steven vertelde zo net ook dat we gemiddeld maar 100 kilometer per dag rijden. Dus dat is ook een bevestiging die klanten soms nodig hebben. Ja. Straks gaan we ook nog een beeld krijgen van het fiscale plaatje. En dat mm-hmm. gaat eigenlijk ook aantonen dat het mogelijk interessanter kan zijn om voor die elektrische bestelwagen te kiezen. Ja.
om er op die manier iets te En dan rest er mij eigenlijk enkel nog eens te bevestigen dat wij gewoon een heel ruim aanbod hebben. Ja. En zowel in goederen, personen als in privévervoer een heel sterk aanbod hebben. Goed. En ik stel voor dat we even dieper ingaan op die verschillende varianten, die elektrische varianten van bestelwagens. Want jullie hebben echt wel voor elke doelgroep zeg maar een andere optie. Zeker. Wij bieden voor ons, met onze e-sprinter en onze e-vito eigenlijk voornamelijk naar de commerciële klanten. Het zijn de servicebedrijven, bouwbedrijven. Denk maar aan de talloze sprinters die momenteel op de baan rijden met al onze vaklui in. Ja. Transportlogistiek, de last mile delivery die we toch steeds meer en meer gaan geïmplementeerd zien in de grootsteden. Die bedeling rond de stadcentra eigenlijk, omwille van die lage emissiezones waar Denzel het er net over had, zal ervoor zorgen dat er meer ook daar elektrisch gereden wordt. En dan zien we natuurlijk ook meer naar onze e-vito toe en onze EQV, dat daar eigenlijk toch een iets ander cliënteel voor op zoek naar is, naar dat type wagens. Dat is vaak passagiervervoer, zelfstandige, vrije beroepen. Als we naar EQV gaan kijken specifiek, zien we daar toch een high-level commercial passagiervervoer eigenlijk. Het VIP-vervoer, het luchthavenvervoer. Maar nogmaals, voor ieders wat wils. Ja, dus die laatste is vooral het nieuwste luxe paardje. Ik stel voor dat we elke wagen nu even onder de loep gaan nemen en de specificaties even aankaarten. Laten we beginnen met die nieuwste, de EQV. Ja, hetgeen dat hier meteen in het oog springt, Cynthia, is die 355. Die staat voor de radius. 355 kilometer actieradius en WLTP gemeten. Dus dat verzekert je er ook van dat je met het voertuig perfect op skivakantie kan gaan, op zomervakantie, maar ook perfect in stedelijke omgeving kan rondrijden. Ja. 8 volwaardige zitplaatsen en, niet te misstaan, 110 kilowatt fast charging via DC-net. Ja. Oké, dus dat zijn eigenlijk mooie kenmerken die deze wagen beschikt. En daarboven dan nog eens het comfortdesign, wat het eigenlijk een op en top leuke wagen maakt. Ja, zeker. Zo zien we eigenlijk op EQV toch een aantal specifieke uitrustingen. Hè. Vooraan, als je hem frontaal gaat aanzien, het voertuig, zie je eigenlijk dat de laadaansluiting van het voertuig in de voorbumper zit. Normaal wordt dat altijd zijdelings geplaatst. Bij de EQV mag dat echt in het oog springen, dat hem zichzelf toch een beetje definieert van al de rest. Ja. We praten over zeer specifieke uitrustingen, maar dat gaan we op de volgende slide zien. Want we hebben voor de EQV een exterior design pakket, waar dat hem eigenlijk nog net iets meer in de verf gaat zetten. Ja. Misschien kunnen we even eens de klassieke V-klasse naast die EQV leggen, om te zien waar dan die uiterlijke verschillen liggen. Zeer goed idee. Er zijn zeker een vast uiterlijke kenmerken die voor de leek iets minder in het oog gaan springen. Vandaar dat we ze eventjes onder de loep nemen. Vooraan valt ons meteen op de radiatorpartij die bij de V-klas gestroomlijnd is, met chroom afgewerkt, die bij de EQV eigenlijk meer high-gloss zwart is met chroom-elementen. Iets stilistischer, iets meer op die EQV-personaliteit ingewerkt die we ook doorheen de ganse EQ-familie terugzien. Ja. En dan het pakket waar je van sprak. Het pakket, ja, dat gaat de wagen eigenlijk nog meer definiëren. Naar hoog zwartgelakte spiegelkappen, naar een specifieke velg voor de EQ-modellen. De badging natuurlijk niet te misstaan, zodat je hem zeker herkent. Ja. En het privacyglas achteraan. Ook binnenin vinden we nog een aantal interieurkenmerken. Ja. Oké, super. Ziet er allemaal heel mooi en heel fijn uit. Maar natuurlijk is het ook wel interessant dat deze wagen en trouwens ook de Evito Tourer ingezet kunnen worden als lichte vracht. Zeker en vast. Naast al de fiscale voordelen die je al hebt bij elektrisch rijden, zijn we nu ook in de mogelijkheid om het voertuig aan te bieden in dubbel gebruik, dus in dubbele cabine. Ja. Wat dat maakt dat er nog een groter voordeel kan gegenereerd worden eigenlijk. Ja. Ja. Dus alleen maar win-win situaties. Absoluut. Goed, laten we overgaan naar onze Evito. Ook daar hebben we natuurlijk een aantal kenmerken die we heel graag uit de doeken willen doen. Zeker. Doe maar. Daarnet ook al eventjes gezegd, verschillende doelgroepen voor verschillende type voertuigen. We gaan zien met de Evito, actieradius 137 kilometer WLTP. Nu, de sterktes van de Evito worden behouden. 1016 kilogram maximaal laadvermogen en 6,6 kubieke meter laadvermogen. Ja. 6 uur AC laden met een maximale capaciteit van 7,4 kilowatt en een 41 kilowatt
geïnstalleerde batterijcapaciteit. Ja. Mm-hmm. Oké, okay, goed. Daar nemen we misschien de Tourer meteen mee? Jawel. Bij de Tourer gaan we zien, andere functiegroep ook weer, meteen een andere rijkwijde, 360 kilometer WLTP-actieradius, mm-hmm. waar dat ook weer, zoals de EQV, het voertuig perfect geschikt maakt voor al dat regionaal verkeer, voor dat stedelijk verkeer, maar ook perfect kan genomen worden voor die skivakantie of voor die zomerse vakantie, waar dat we o zo naar smachten. Ja, het is duidelijk. Ja, ja. Daar raak ik 9 volwaardige zitplaatsen ook. En 11 kilowatt AC, driefasig boordlader. Mm-hmm. En 110 kilowatt DC fast charging. Dus dat staat eigenlijk gelijk voor die vakantie te doen, laden, beperkte tijd spenderen ja. om die lading te voltrekken ja. en de reis verder te zetten. Het is niet dat je een hele nacht moet zeker en vast niet, opladen. Nee. Nee. Plus, bovendien, deze wagen is nu ook helemaal uitgerust met die hulp- en veiligheidssystemen die we al kennen uit de personenwagens. We hadden al een hele grote waaier aan veiligheidssystemen, omdat Mercedes daar toch heel, heel veel investeert. Mm-hmm. Daarbovenop zijn er nog een aantal key elements bijgekomen. Zo praten we eigenlijk over de digitale achteruitkijkspiegel, die eigenlijk de visibiliteit naar achter toe nog gaat verbeteren. Ja. Distronic, fantastische optie. Ik ben er zelf helemaal weg van. Ja. Een adaptieve cruise control met remfunctie, met eigenlijk, ja, die alles voor jou gaat regelen tijdens het remmen, tijdens het accelereren. Rekening houdt met de voorligger, et cetera. Ja. Active Brake Assist en een verbeterde achteruitrijcamera om nog maar bij aan te vullen aan het reeds bestaande palmares. Maakt dat dit een op- en top veilige wagen is. Ja, kan bijna niks meer gebeuren. Zeker onvast. Oké, okay, super. Dat brengt ons dan nog bij de e-sprinter. Ook daar, ja, de kampioen van de Professional, blijft een succesnummer. Ja. 1045 kilogram maximaal laadvermogen. Mensen stellen ons wel eens de vraag, ja, maar elektrische wagens, batterijen, dat gaat dan toch wel een impact hebben op het laadvermogen, ja. op het laadvolume. Nee, die batterijen worden onder de laadvloer geplaatst, wat dat maakt dat we hier nog steeds het maximale laadvermogen kunnen garanderen, maar ook gewoon het laadvolume. 11 kubieke meter. Ja. Dat is behoorlijk wat. Lengte 2, hoogte 2 leverbaar. 3,5 ton MTM. En een 80 kilowatt DC laden in 25 minuten. Dat is ook wel dus goed te doen, geschikt voor het grotendeels professioneel gebruik. Oké. Okay. En qua uiterlijk merk je bijna geen verschil met de klassieke sprinter? Nee, bijna geen uiterlijke kenmerken die verschillend zijn tegenover onze klassieke sprinter. Ons succesnummer al jaren. Interieur zien we daar natuurlijk wel een aantal verschillen. Ja. Zoals? We zien daar een instrumentencluster dat eigenlijk specifiek gebouwd is voor de e-sprinter. Dus eigenlijk de taco-partij, de kilometrage, die een volledig elektronische display heeft gekregen waar je alle elektronische informatie kan op terugvinden. Je vindt specifieke parels aan het stuur om eigenlijk de remkrachtregeneratie, dus de regeneratie die wordt uitgevoerd bij het loslaten van het pedaal, wordt teruggewonnen, die kan je zelf gaan manipuleren. Ja. Je hebt daar een aantal standen in, afhankelijk van de rijmodi, de omstandigheden waar het voertuig in rijdt, kan je die gaan aanpassen. Van heel hard remmen op de motor naar zacht remmen toe. Zelfde interieur en dezelfde laadruimte als de sprinter, zoals gezegd reeds. Ook de achteruitrijcamera-mogelijkheid met weergave op de binnenspiegel is geïntroduceerd. 3 rijmodi, ja. Comfort, Eco of Eco Plus. Oké. Okay. En natuurlijk onze Mercedes Pro-diensten erop. Ja, dus dat maakt ook dat deze wagen perfect klaar is om de baan zeker op te vast. Gaan. Ja, en jullie zijn er duidelijk klaar voor, maar de mensen willen natuurlijk ook weten of ze er fiscaal ook iets aan over hebben. En het is Peter Regnon die ons een fiscale update geeft. Wat betekent dat in concreet als resume voor onze elektrische wagens? Ik denk dat dat een belangrijk verhaal is. Kunnen we eigenlijk gaan stellen dat we 2 grote blokken hebben. Enerzijds de lichte vrachtwagens. Daar kunnen we van uitgaan. 100% btw-recuperatie of 85% voor de dubbele cabines waar er ook sprake is van privégebruik. Ongeacht of het een elektrische of een dieselversie is. Fiscale aftrekbaarheid. Ook hier is er eigenlijk geen verschil. 100% ongeacht of het een elektrische of een dieselversie is. Anderzijds het privégebruik. En de belasting die de zaakvoerder dient te betalen op het privégebruik van die wagen, die is beduidend lager voor onze elektrische wagen ten opzichte van onze diesel. En hetzelfde geldt voor de CO2-bijdrage. Helemaal anders is het voor het deel van onze toerer. Als we kijken het verschil tussen een toerer in diesel
of een Tourer in elektrische versie, dan zien we dat de btw-recuperatie blijft 35%. Hier zit er geen verschil, onafhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig. Echter, op vlak van fiscale aftrekbaarheid, daar zien we meteen het verschil. 40% voor een dieselversie, 100% voor de elektrische versie. En ook hier, voor die personenwagenuitvoering, gaan we meteen zien dat er een gigantisch verschil is op het voordeel van alle aard die de werknemer dient te betalen, enerzijds, en de CO2-bijdrage die de werkgever dient te betalen op zich. Dankjewel, Peter, voor deze duidelijke toelichting. Natuurlijk, Steven en Denzel, zetten jullie ook erg in op de dienst naverkoop. Ook een belangrijk onderdeel. Jullie hebben natuurlijk een aantal mooie servicepakketten die aangeboden worden bij de aankoop van elektrische bestelwagens. Zeker. Daar willen we toch wel meteen onze stempel drukken en ook onze blijk van vertrouwen geven naar onze klanten toe. Service maintenance, gratis bij aankoop van een Mercedes-Benz elektrische wagen. Zeer belangrijk is dat we daar vier jaar gratis onderhoud op geven. Okay. En onderhoud gaat van slijtage en scheuren, vervangen van slijtageonderdelen, naar het onderhoud, naar regelmatige onderhoudswerkzaamheden, naar ook een volledige bijstand. Onze Mobilo, onze Mercedes al onbekende 24-uur-service, ja, die zit er ook bij en die blijft er ook bij. Omdat we zo zeker zijn van dat product, gaan we nu ook inclusief een batterijcertificaat doen. Ah ja. Dus een batterijcertificaat, daar gaan we de klant van verzekeren dat alle kosten voor eventuele defecten van de hoogspanningsbatterij nog eens voor 6 jaar, 100.000 kilometer, of 8 jaar, 160.000 kilometer, gewaarborgd blijven. Mm-hmm. Dus dat die klant een voertuig koopt waar hij eigenlijk wellicht voor de eerste keer kennis mee maakt, een elektrische wagen, dat hij die zekerheid krijgt van ons. Ja. Want het is een behoorlijke investering dat zij maken, dat zij zorgeloos kunnen rijden voor x aantal jaren. Ja. En dat wij daarachter staan en er ook bij in blijven duwen. Ja, oké, ziet er allemaal heel goed uit. Natuurlijk, hoe meer elektrische wagens, hoe meer laadoplossingen, laadmogelijkheden er moeten zijn. We hebben het er straks al over die Ionity gehad. Maar jullie hebben toch ook nog wel een aantal puntjes waar jullie op willen staan. Ja, klopt. We hadden het er eerder al over. Onze elektrische vans die kunnen op meerdere manieren opladen. Dat kan bijvoorbeeld op de zaak, thuis, aan de hand van een wallbox, om de hoek op de straat aan een publieke laadpaal. Mm-hmm. Of zoals daarnet aan de Ionity-punten. Ja, klopt. Ja, maar als we dan spreken over opladen op het werk thuis, dan hebben jullie een specifieke laadpartner. Klopt. We hebben een heel interessante laadpartner. Dat is EVBox samen met Engie. Mm-hmm. Zij hebben eigenlijk een heel sterk netwerk, een groeiend netwerk van publieke laadpunten. Ze hebben een handige applicatie met de visibiliteit op die specifieke punten, met de tarieven ook live te bekijken. Ja. En eigenlijk heel interessant is dan ook dat al die laadsessies die worden op het einde van de rit mooi gebundeld in één maandelijkse factuur. Ja, dus ook als je een vloot hebt, kan dat allemaal gebundeld worden. Werkt dat dan met een soort abonnement? Ja, er is inderdaad een abonnement van €3,75 exclusief BTW. Dan komt de toegang tot die applicatie, die facturatie, een key fob en een laadpas. Ja, oké. Dus dat is ook al allemaal uitgewerkt. Dus we zijn helemaal klaar om de baan op te gaan met onze elektrische bestelwagen. Alleen denk ik dat heel wat ondernemers of bedrijven zeggen van ja, maar dat is toch niks voor ons. Of ik denk toch niet dat wij daarvoor in aanmerking komen. Daar hebben jullie ook een oplossing voor. Ja. Wij zijn er klaar voor en ik weet eigenlijk ook dat u er thuis klaar voor bent. Ja. Maar er is inderdaad een heel handige applicatie, die heet de EQ Ready App. Mijn advies is om die echt zelf eens te installeren op de smartphone. En is wat... gratis? Je kan die ja, klopt. Is gratis. En dat is eigenlijk een applicatie waar u zelf kan aangeven in welk elektrische van u interesse heeft. Mm-hmm. Uw smartphone zal eigenlijk aan de hand van die locatievoorzieningen virtueel meerijden met u. Ja. En dan berekenen op een termijn van een week of uw profiel of dat van een werknemer eigenlijk aansluit bij dat elektrisch voertuig. Ah ja, dat is wel interessant. Dus je installeert het, je doet gewoon je werk en dan maakt het een rapportje om te kijken deze wagen zou geschikt zijn voor klopt, wat jullie op die manier doen. Oké, heel duidelijk. Nu, jullie willen natuurlijk 100% focussen op die elektrische bestelwagen. Jullie zijn specialisten bij Mercedes-Benz en vandaar ook de Vanpro Advance.
Klopt. Al onze vestigingen, al onze Vans-vestigingen, die dragen dat Van Pro Advance certificaat. Dat toont eigenlijk aan dat wij enorm investeren in die coaching en opleidingen voor onze werknemers. Dat nu ook het elektrisch verhaal inhoudt. Op die manier kunnen wij eigenlijk samen met de klant het meeste uit hun geconnecteerde voertuigen halen. Ja. Het is voor onze professionele klanten uitermate belangrijk dat zij de juiste tool hebben voor de juiste job. Ja. En dan kunnen wij nog eens bijstaan om het maximum uit die tool te halen. Ja, ja, dat tuurlijk. Maakt voor ons het plaatje compleet. Ja. Absoluut. Ja. Dus we hebben het al een aantal keer aangehaald. Jullie zijn echt de specialisten die ook de klanten willen bijstaan van begin tot het einde. Klopt. Alles wat we bij Hedin Automotive doen, dat doen we met de noden van de klant voorop. We hebben onze specifieke locaties, de twee extra servicepunten. We hebben een heel breed gamma, meer dan 20 demo-voertuigen, demo-elektrische voertuigen die klaarstaan om getest te worden. Oh ja. We kunnen flexibel schakelen naar vervangend vervoer. We hebben professioneel advies op maat voor financiering, leasing of zelfverzekering. En dan werken we ook nog eens samen met de juiste partners voor ombouw of opbouw voor uw professioneel voertuig. Ja, wil je daar nog iets aan toevoegen, Steven? Ja, zeker toch niet onbekend, want heel veel mensen kennen onze concessiegroep ondertussen al. Heel sterk, grootste verdeler in België. We tellen 15 vestigingen. Maar Hedin is eigenlijk sinds 2018 actief in België. We zijn van origine een Zweedse onderneming die is opgestart in de jaren 50. En die zijn focus vooral ligt op automotive. Nu, voor België is ervoor gekozen eigenlijk om die activiteiten echt louter toe te spitsen op alles wat Daimler is. AMG-producten, Mercedes-Benz fans, trucks, personenwagens. Nu, wij hebben ook op al onze vestigingen, zoals dat Denzel net al zei, de investering gemaakt om elektrische fans klaar te zetten, omdat we daar echt pionier in willen zijn. Zoals dat Mercedes dat ook altijd is geweest, wil Hedin ook pionier zijn in dat elektrisch verhaal voor iedereen. Dus als mensen plannen hebben, één richting uit. Klopt. En ik zou er eigenlijk nog één ding willen aan toevoegen. In deze vreemde tijden hebben wij natuurlijk geïnvesteerd in deze digitale communicatie. Ja. En zodat we bereikbaar blijven en deze diensten kunnen blijven aanbieden. Ja. En dit webinar is daar een mooi voorbeeld van. Voilà. En als mensen nog meer vragen hebben of nog meer dingen willen weten, hoe kunnen ze jullie dan bereiken? Wel, zij kunnen ons via de chatfunctie, via de webinar, een mailtje sturen of zij kunnen ons om een contactaanvraag versturen. En dan zullen wij of een van onze medewerkers die voor hun klaarstaan met alle plezier de klanten contacteren. Oké, goed. Ik denk dat jullie een uitdagende toekomst tegemoet gaan als ik dat allemaal zo hoor. Dank jullie wel, heren, voor jullie tekst en uitleg. En jullie thuis, dank jullie wel voor het volgen van ons events webinar. En heel graag tot een volgende gelegenheid.